een van de mooiste steden van Portugal. We beginnen op het hoogste punt bij deze Corinthische tempel uit de 2e eeuw. De stad is ontstaan in de Romeinse tijd, maar in 715 veroverd door de Moren. 4 eeuwen zijn ze er geweest en dat is nog steeds te zien. Zoals elke stad in Portugal staan hier ook veel kerken. En deze kerk is gebouwd in het begin van de 16e eeuw. Laten we eens binnen gaan kijken. Even verder is de Capello dos Ossos. Een Franciscanenmonnik heeft deze kapel laten bouwen om zijn medebroeders aan te zetten tot enige meditatie.
Het is geen gewone kapel, want de muren zijn bedekt met de beenderen en schedels van 5000 personen. Bij de ingang staat te lezen: wij beenderen hier aanwezig, wachten op u. We lopen naar het centrum. Een levendig trefpunt midden in de stad. Met natuurlijk een kerk en aan de andere kant de Bank van Portugal. Opvallend zijn de bogen onder de huizen. Even een blik in de kerk, maar de mis begint, dus we gaan weer verder. Não quero ilusão.
quer a liberdade, não me quer a ilusão. In dit park zijn nog de restanten te zien van een 16e eeuws paleis. Evora heeft een universiteit en daar gaan we kijken. Je mag er vrij rondlopen, als je de lessen maar niet stoort. De Jezuïeten zijn in de 16e eeuw begonnen met een universiteit. Het gebouw is rijkelijk versierd met vele azulejo's, de bekende tegentablo's. We gaan voorzichtig naar binnen, in de fraaie bibliotheek.
In de klaslokalen zien we nog een preekgestoelte van waar de professor zijn toespraken hield. En ze verkopen hier ook souvenirs. Hier zijn we begonnen en ik ga terug naar de camper. En Kees gaat op zoek naar het aquaduct. Het is in de 16e eeuw gebouwd door een militaire architect. Het is zo'n 9 kilometer lang en eindigt midden in de stad. En onder de bogen in de stad zijn huizen gebouwd, zolang de hoogte toereikend was. Minha creche.